Maar dat zie je niet zo goed. Het zou eigenlijk... Ja, er zitten 10 ledlampjes achter, die zou rijk 20 achter moeten zitten. Maar ja, dat wist ik ook niet. En nou ja, natuurlijk hoort bij die herders een engel. Met een hemels licht omstraald. En dat was me nog nooit gelukt, maar dat heb ik dan nu eindelijk eens een keer. Nou. Nou, die is heel ingenieus verlicht. Ik zal het je even laten zien. Dat is toch wel achter de schermen. Kijk, hier zit een wako-wako. Dat zijn lichtjes. In de derde wereld, ik heb die basisschoolleerlingen en die middelbare schoolleerlingen. Als ze s'avonds moeten studeren in Afrika, is het heel vroeg donker. Hebben ze dit ontwikkeld. Kijk, dit is een zonnecel. En dit is 1-stand, 2-stand, 3-stand. Ze zetten hem over een flessenhals en ze hebben een lamp en kunnen studeren. In hun boek lezen. Goed toch? Ja. Nou ja, de ASN die gaf op een gegeven moment aan klanten, als ze zoveel op hun spaarrekening zetten. En 500. Dat had jij? Ja, dat had ik. En hiermee heb je hem gecamoufleerd met dit stukje hout. Ja, ja. Wat is het? Kurk. Kurk. Wacht even, ik film het helemaal. Dit zijn de drie koningen. De eerste is al genaderd bij de grot. Ja, die kon op zo moeilijk achteraan zetten, hè. Was die ezel? Oh, die ezel is een beetje verstopt. Ja, die heb ik een aparte stal gegeven dit jaar, want die grot is niet groot genoeg. Dus toen heb ik een bij gemaakt. Dus ik heb een kratje zo gezet en eentje zo. En ik heb een doorbraak gemaakt. Dus als je nou vanaf deze kant kijkt, dan zie je dat die ezel toch echt meedoet. Ik ga kijken. Ja, en die os kijken, ja, ik zie je, die heb ik daarachter gestopt. Maar die os, ja, die kreeg ik niet meer bij. Dus dat heb ik me zo opgelost. Nou ja, dit is weer eens wat anders. En dit is dan van papier? Ja. Nou, dit heb ik vorig jaar gekocht in een Fries dorp. Bij een echtpaar. Die mevrouw die heeft een winkeltje. Nou, je wil niet weten wat voor idiotie van kerststallen, hè, van die kampvuurtjes. Hè. Dat is alle leuke dingetjes, ja. Die, nou ja. Geweldig. En ik heb eigenlijk alleen maar dit papier gekocht. Ja, dit komt uit Keulen. Dit is papier van 1928, maar dat is niet meer bruikbaar. Van 1928? Ja. Hoezo? Nou, is dat van je ouders geweest? Ja, toen mijn oudste zus 1 jaar was, toen vond mijn vader dat ze voor de verjaardag 24 december wel een kerststal mocht krijgen. Hij wilde natuurlijk zelf graag een kerststal. En die kocht dit papier. Dat heb je in 2 varianten, donker en licht. En dan maakte mijn vader een grot van allemaal draad. En dan doefde hij dit overheen, zette hij met spelden vast. Maar Tommy, dat is volledig versleten. Er zitten scheuren en een gaten. Nou, maar je hebt nog een klein element, souvenir overhouden. Ja, want ik heb nu 3 niveaus. Dat is het herdersniveau met de weide, groen. Nou, het middenniveau. En hier de desert, met keien. En ik had vroeger allemaal keien er langs. Maar nu heb ik daar dus zeg maar boomstammetjes langs. Dus gewoon hier takken van de plataan of weet ik waar vandaan. Ja, verder hebben alle die kruikjes, die komen uit Jeruzalem. Die heb ik zelf daar ooit gekocht. Echt van Jeruzalem zelf? Je bent in die stad geweest? Ja, even kijken, de oorlog van 67 was het, hè? Of 68? 67. Ja, in 68, een jaar na de oorlog, ben ik er geweest. De Zesdaagse oorlog was dat. Nou, deze weet ik niet waar ik vandaan kom, die heb ik gekregen. De Yom Kippur oorlog. Ik haal het door elkaar. Ja, die Zesdaagse was dat volgens mij. Oh ja, en ja natuurlijk. Dit. Dan weet ik het weer. Dit is stufsteen. Met, hoe heet dat? Geen cement, maar ook geen specie. Nou, van die kalken. Ja, ja. Nou, dit is van de Paulusabdij. Die muur die dreigde gesloopt te worden in de 50e jaren. Oh, die achter precies. Het restaurant zat? Ja. Of nog steeds zit? Nee, in de Hofpoort. In de Hofpoort? Ja, die gaan zetmuur. Oh,
dat had, ik geloof, hoe heet hij ook alweer? Temmingol. Pak maar wagen af, nee. Temmingol had hij ontdekt. Althans, die had erop gewezen van... En toen wilden ze bij die verbouwing in de 50e jaren dat slopen. En toen stond er in de Volkskrant een heel groot stuk. Unieke een muur dreigt onder slopershamer te verdwijnen. Laatste restant van Kerkenkruis. Toen ben ik gaan kijken en toen dacht ik, nou voordat die gesloopt wordt, moet ik al wel een steen hebben. Nou ja. Nou ja, goed. Nou ja, die ligt nu in de kerststal. De Romaanse periode met zijn tufstenen kerkjes. Ja, precies. Die allemaal verdwenen zijn, want ze zijn vrijwel allemaal nu in baksteen. Een stukje. Ja, de Pieterskerk is natuurlijk. Nou ja, die heeft elementen, ja, maar niet helemaal. Hè. Ja, daar ligt van alles. Dit is van Santorini. Voel even. Dat... Oh, dat weet niks. Ja, dat is het schuim van de lava. Dat drijft in zee. Is dat die uitbarsting van 1700 voor Christus? Exact. Nou, deze die is zeer recent. Dat is een hele mooie groene. Moet even onder het licht kijken. Maarten en ik waren in september in Monza, ten noorden van Milaan. En daar ligt het Koninkpaleis met een fantastische tuin. En wij daarin wandelen. We lopen ook een riviertje door. En toen zagen we in de weg deze kei zitten. Dat stukje daarboven kwam tevoorschijn. Een beetje groen, hè? Ja, precies. Dat hebben we net zo lang geklooid tot we hem eruit hadden. Ja, want ik heb hem mee naar huis genomen, dan hebben we hem afgepoetst. Nou, die ligt nu ook in de kerststal. En die krijgt zo'n waardige bestemming. Ja, nou ja, verder, wat ligt hier nog meer? Een Romeinse scherf. Dit is een Romeinse. Dat is een scherf, een middeleeuwse potscherf uit de Havenstraat een keer bij een Riola liggen. Ja. Die witte stenen, dat zijn de witte stenen uit het Johannes-evangelie. Nee, uit de Nee, zijn deze nou uit de openbaring? Nou ja, er zat een verhaal over witte stenen. En de 8 mei-beweging had een keer een happening en die had witte stenen. En toen heb ik er een heleboel over. En die scherp.